Ik lees zo'n mooi boek. Zijn moeder was een wat... Ik zit er nu midden in, heel spannend moment. Zijn moeder was een wat oudere vrouw die vaak zeer agressief uit de hoek kon komen. Madeleine had moeite met het gedrag van haar aanstaande schoonmoeder. Dan krijgen we nou weer... Nu goedkoop winkelen, sms naar... Ik heb helemaal geen zin om goedkoop te winkelen. Madeleine had moeite met het gedrag van haar aanstaande schoonmoeder. Maar Jean-Pierre vond dat zij, Madeleine, maar wat meer begrip voor zijn moeder op moest brengen. Maar kun je begrip opbrengen voor een vrouw die jou, te midden van haar kinderen, in je gezicht spuwt, omdat je iets zegt over de gewaagde kleurcombinatie van haar lippen en blouse? Ik stond op het punt om... Gratis op vakantie, dat kan. SMS naar... Jezus, hoe kom ik hier vanaf? Ik stond op het punt om het hele huwelijk te cancelen toen Jean-Pierre mij in het oor fluisterde... Mama heeft nog maar kort te leven. Vergeef haar onredelijk gedrag en handelen. Ik wilde het wel, maar kon ik het ook? Kon ik haar over me heen laten gaan? Moest ik me door haar laten vernederen? Een wandmeubel voor de prijs van een koelkast. SMS naar... Ik heb helemaal geen zin in een wandmeubel. Ik kan het ook helemaal niet meer aan. Waarom? SMS'en ze me steeds. Het is zo'n spannend en zo'n mooi boek. Het is zo'n mooi boek over het echte leven. En ik word steeds afgeleid. En ik wil hem niet uitdoen. Mijn mobiel, want ik ben jarig. Ik ben ook nog jarig en ik kan veel gebeld worden. En door die sms'jes kunnen ze niet bellen. Ja, het kan misschien wel, maar het gebeurt ook helemaal niet. Hoe kom ik van die sms'jes af? Hoe kom ik van de spam in mijn leven af? Hoe heeft het zover kunnen komen dat ik bedolven word onder zinloze berichten? Waarom heb ik geen grip meer op mijn eigen informatie? Wie helpt mij? Oh. Even het slot lezen. Och, op een vroege zondagmorgen besloot ik het aanstaande huwelijk te cancelen. Oh, wat erg. Oh, wat verschrikkelijk.